Hi allemaal, ik ben Jelena en ik ben er weer met een gloednieuwe aflevering van Q-Time. En iedere keer vertel ik jullie dat je met je Q-Time zoveel verschillende dingen kan doen. Dus waarom niet gaan naar de Resilient Gentleman 2.0? Want de Rotary Club of Paramaribo organiseert het voor de tweede keer weer. En jullie moeten erbij zijn. Vandaag is Justin Vriester bij ons in de studio en hij gaat ons er alles over vertellen. What made is a little Q-Time? Hi Justin. Hi Jelena. Hoe is het met je? Gaat prima. Dat is goed. Jullie zijn weer bezig geweest, want ik kan nog herinneren, het is zo goed als een jaar geleden dat ik met twee andere leden van de club zat die me vertelden over de Resilient Gentleman. Yes. En het is zo goed gegaan dat er een 2.0 wordt georganiseerd. Helemaal. Maar voor de mensen die misschien de vorige aflevering hebben gemist over dit onderwerp, misschien kan je maar weer even vertellen wat de Rotary Club of Paramaribo is, wat jullie doen en wat de Resilient Gentleman nou eigenlijk inhoudt. Yes, of course. De Rotary Club of Paramaribo is een jongerenorganisatie. Een primair doel is eigenlijk om de gemeenschap te dienen en om ervoor te zorgen dat ze haar leden ook voorbereid op een professional development skills, personal development, om ervoor te zorgen dat ze in de club en ook daarbuiten zeg maar die skills en kunnen gebruiken om vooruit te komen. Oké, okay, dat is één. En de Resilient Gentleman 2.0. Zo, het heeft zijn oorsprong gehad vorig jaar, rond deze periode, ergens in november, begin november. En een heel groot succes geboekt. En natuurlijk moesten we verder gaan. En dit jaar ben ik de Professional Development Director, dus het komt als het ware op mijn bord. Het valt onder die avenue. En we organiseren het wederom, dit jaar groter, we mikken op meer mannen, toch? Het is een project dat wordt georganiseerd in het kader van Mannendag. En met als thema dit jaar, Preparing Positive Role Models. Ons doel van dit jaar is om ervoor te zorgen dat we minimaal 60 heren bij elkaar brengen, om met ze te praten natuurlijk over pakkende onderwerpen, en ze een good time te geven en een platform te creëren waarbij ze kunnen komen en zichzelf kunnen uiten en gewoon fun kunnen hebben. Duidelijk, helemaal duidelijk. I couldn't even put a pin into it. Maar je hebt het eigenlijk gewoon heel goed uitgelegd wat het event inhoudt. Yes. En wat er gaat gebeuren. Ben jij zelf bij de vorige geweest? Ja, ik ben zelf bij de vorige geweest. Bij de vorige was ik de MC, dus ik heb alles van dichtbij meegemaakt. Ik was er ook bij de voorbereidingen en dan alles er naartoe. Dus ik ben er ook echt bij betrokken geweest. Nu komen we bij de 2.0, dus een nieuwe editie, Preparing Future Role Models. En hebben jullie dit jaar ook weer zo'n sterke line-up van sprekers? Want ik kan me nog herinneren dat er een paar prominente mensen uit onze gemeenschap, ze hadden mannen, om specifiek te zijn, ze hadden opgegeven om ook als spreker aanwezig te zijn. Hoe zal 2024 of The Resilient Gentleman 2.0 er dit jaar uitzien? Zo, dus natuurlijk, we hebben geprobeerd vorig jaar, om zo te beginnen, in contact te blijven met de participanten van vorig jaar en om ze te vragen van, hoe vond je het, wat wil je van het jaar en hoe zie je het van het jaar gebeuren. En men heeft aangegeven dat er enkele sprekers waren die ze wel echt terug willen zien. En die, ja, we hebben ook gewerkt en we hebben contact ook met de sprekers gehouden natuurlijk. En wat ik kan aangeven is dat we 3 sprekers van vorig jaar terug hebben die wel echt een impact hebben gemaakt op de heren. Die zijn Lucien Naarden, Steven Alfaisi en de heer Derek Curry. En ze hebben natuurlijk ook pakkende onderwerpen. En verder hebben we nog Marvin Polak, die is nieuw. En dan hebben we meneer Chokan, die is ook nieuw. Oké, die laatste ken ik niet. Ja, meneer Chokan, hij is verbonden bij Stichting Rumas en hij verzorgt sessies. Meestal over sexual discipline. En om dan direct daarop in te gaan, sexual discipline is een van de onderwerpen van dit jaar. En daar hebben we nog 4. Oké, okay, spannend. Okay, yes. Nu weet je alvast wat eentje is. Ja. Het is een event om voor de duidelijkheid voor mannen, jonge mannen, anything that is male to an extent. Misschien kan je daar ook even iets meer over uitleggen voor de mensen die het vorig jaar gemist hebben. Want het is in het kader van Dag van de Man. You're preparing future role models. Bring it into perspective for the men. Yes, of course. Zoals ik al zei, wordt het project georganiseerd in het kader van Mannendag. En wat wij willen doen is een safe space voor de
herencreëren. Als we kijken naar het project van vorig jaar, was ons doel om herenleden aan te werven voor de club. Van het jaar hoeft dat niet meer. Of is ons focus niet daarop? En wat we eigenlijk willen doen, is ervoor zorgen dat we de heren bij elkaar brengen. De heren dan een platform geven. En in, zeg maar in het kader van Mannendag natuurlijk. Want we zien of we merken dat een dag van de vrouw ook uitbundig gevierd wordt. En dan willen we er ook voor zorgen dat de mannen ook een dag hebben. En in, waar ze kunnen komen en hun ding kunnen doen. En het gaat echt dan alleen over de mannen. Dat is echt gewoon yes, een event voor mannen, van door mannen. Van mannen? Yes. Oké. Okay. Van mannen, door mannen georganiseerd, voor mannen. Nee, dat is, dat klinkt als een feestje voor jullie mannen. Yes, inderdaad. In ons voorgesprek hoorde ik u zeggen dat het 2 dagen duurt. Want wanneer is het precies? Wat moet ik doen als ik ben man hier en ik wil ook gewoon resilient zijn en everything. Ik kijk nu thuis, wat moet ik doen? Kan ik gewoon komen? Moet ik betalen? Wat is het? Yes, we gaan erop in. We hebben een heel leuk programma op beide dagen. Mm-hmm. En er is natuurlijk een fee aangekoppeld. En de fee bedraagt SRI 650 voor beide dagen. Mm-hmm. En voor de fee natuurlijk is er heel veel, heel veel eraan gekoppeld. De eerste dag bijvoorbeeld is er een sport- en spelactiviteitendag. Waarbij de heren bij elkaar komen en manly activities zullen doen. En dan een interessant gesprek zullen hebben over sexual discipline. En op de tweede dag is het meer het formeel gedeelte waar ze in een business casual kleding komen. En waarbij er sessies verzorgd zullen worden over de overige onderwerpen. Nee, spannend. Maar de belangrijkste vraag, wanneer is het? Yes. Het project wordt georganiseerd op 16 en 17 november. Internationale Maandag is 19 november. Dus we dachten van oké, we pakken dat weekend en we gaan de heren erop voorbereiden. Om de hele week eigenlijk met... Niet de hele week, voor de rest van hun leven natuurlijk. Met de hoofd omhoog, rug recht te lopen. En te zeggen van, ik ben een positieve role model. Nadat ik de Resilient Gentleman van de Rotary Club of Paramaribo heb ervaren. Nee, klinkt helemaal goed. Tot wanneer kan ik me opgeven? Tot de dag zelf? Wat is de deadline? Of kan ik op diezelfde dag ook nog komen en zeggen van, hey, kijk, hier is mijn 650 en dat doe ik mee? Oké, nee. We hebben... Natuurlijk onze registratielink, mm-hmm. Die kan je vinden op al onze socials, toch? De Rotary Club of Paramaribo. Er kan geregistreerd worden tot maandag 11 november, zodat wij alles natuurlijk ook het logistieke kunnen regelen. Nee, prima. Nou, het klinkt dat jullie goed bezig zijn en dat de voorbereidingen in volle gang zijn. En het enige nog de rest is dat de mannen zich gewoon moeten registreren. Yes, exactly. Mm-hmm. Ja, heren, ik zal jullie op het hart drukken natuurlijk om te registreren. We hebben 2 interessante dagen gepland waarbij je kan komen en ervoor kan zorgen dat je jezelf kan uiten natuurlijk. Het is een only man activity of evenement. Dus haast je, registreer, want het gaat heel snel. En er zijn beperkte plekken, zo. Ik zou ze echt op het hart drukken om heel goed te registreren. Ik druk jullie ook op het hart. Jullie moeten gewoon gaan. Yes. Mm-hmm. Justin, wat ik heb gemist, of wat ik ben vergeten te vragen, is waar kan ik die registratielink vinden? Yes, die registratielink kan je vinden op al onze socials. Op Facebook kan je ons searchen, de Rotary Club of Paramaribo. Op LinkedIn, the same. Op IG, ook the same. En wij hebben ook een YouTube-channel. Oké, nee. Duidelijker kan het niet. De tijd, de prijs... Waar, hoe? Ja, jullie hebben alles geregeld voor die heren. Het enige wat ze moeten doen is gewoon gaan. Yes, gaan, komen, fun met ons hebben. Om ervoor te zorgen dat ze ready zijn. En we gaan ze voorbereiden om die positieve role model te zijn. In een directe, maar ook in een indirecte omgeving. Nee. Ik wil jullie alvast heel veel succes wensen. En ik wil je bedanken voor het komen, Justin. Ik vond het een heel fijn gesprek. Thank you very much for having us. En heren nogmaals. Geef je op en ik zie je op 16 en 17 november. Thank you. Heren, ik heb bijna niets meer aan toe te voegen. Justin heeft alles gezegd. Ik wil jullie thuis ook bedanken voor het kijken. Maar als jullie in het weekend van 16 en 17 november niets hebben om te doen, ga je opgeven om mee te doen aan de Resilient Gentleman 2.0. De Rotary Club of Paramaribo organiseert het. Om mee te doen kost het maar 650 SRD. De registratielink vind je op al hun socials. Gewoon meedoen.
Er zijn geweldige sprekers en je wordt klaargestoomd om de resilient gentleman te worden die de wereld gewoon nodig heeft. So, gewoon direct gaan. And remember, your time plus my time is Q time. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.